De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lilian Ferrier, heeft groot gelijk, zegt DNA-lid van de VHP, Shailendra Girja Singh, wanneer het aankomt op de kwaliteit van ons onderwijs. Girja Singh zegt dat deze uitspraken te doen op basis van zijn ondernemerschap. Girja Singh is in het dagelijks leven ondernemer en zegt haast elke dag sollicitanten te krijgen. Maar het niveau en of de basis waarmee zij het bedrijfsleven binnen wil stappen, dat is niet om erover te praten, zegt Girja Singh. Waar hij geen gelijk geeft aan de minister, is de manier hoe zij de leerkrachten bejegent. De minister zou dat achterwege moeten laten. Wij voeren nu naar het vraaggesprek met DNA-lid Shailendra Girja Singh, waar wij niet alleen maar spraken over het transformatieproces van IOL naar de universiteit, maar ook hoe veilig de Weidenbosbrug is wanneer we zien wat er toch laatst weer is gebeurd. Cameraman Karen Saktu legde dit interview vast. Nou, laat me dit ervan zeggen, meneer Vijay. Het is goed dat wij over moeten stappen om het niveau van het onderwijs te verhogen, want ik ga u eerlijk, ik ben ondernemer, mensen solliciteren dagelijks bij me, maar als ik zo gesprekken moet afnemen, als ik een gesprek moet voeren met de mensen, dan bloedt mijn hart een beetje. Vanwege het feit dat het niveau en de wijze waarop men zaken beantwoordt niet is wat ik verwacht van iemand die van de universiteit of van een IOL hier komt. Ik had hoger verwacht. En dit komt doordat de revolutie die zo 40 jaar geleden, of ik weet niet helemaal hoe lang het is begonnen, daar is het begonnen met een neergang van ons onderwijs. Men heeft allemaal regels overboord gegooid. Maar goed, daar gaan we niet over praten. Op dit moment biedt wat onderwijs aanbiedt aan de maatschappij is niet geweldig. Ik ben eens met de minister van Onderwijs dat zij het niveau wil gaan opkrikken. En als je het niveau wil gaan opkrikken, dan vind je Girja Singh aan jouw kant. Het is the way doing the job. Hoe ga je het niveau opkrikken? Daar ga ik ook niet praten, maar je bent in het onderwijsveld en dan heb je het, aan de ene kant het ministerie van Onderwijs met de minister en aan de andere kant heb je de leraren die in het proces zitten. Dat de leraren, dat er geen inschrijving is voor dit jaar voor toegang tot het IOL, vind ik absoluut niet erg. Want de minister heeft voor een alternatief gezorgd. Ze heeft je niet zomaar in de kou gelaten. En ze heeft ook niet gezegd, alle kinderen die of studenten die reeds erop waren, die gaan niet door. Nee, er is een tussenfase. Dus we moeten ook mee helpen. Maar waar bij mij om gaat is, dat die jugu-jugu die ontstaan is tussen BVL en de minister, dat is niet goed, dat is niet gezond. In politiek hebben wij geleerd dat onderwijs een vak is die niet met politiek behandeld moet worden. Nee, dat is sec. Van onderwijs krijgen we mensen die van ons moeten overnemen en we moeten daarin kunnen investeren. Ik denk dat in het Caribisch gebied we bijna willen zeggen dat we niet de domste mensen hebben of op één na de domste mensen, maar hogescholen hebben we niet. En dat komt door onze opleidingen. Dus ik ondersteun nogmaals de minister als het gaat om het verhogen van het niveau. De minister heeft gelijk. Het niveau moet worden verhoogd. We moeten een keer beginnen. Dat ze zegt dat er geen nieuwe inschrijvingen zijn, wordt een beetje, denk ik, verkeerd geïnterpreteerd. Want je kan je wel inschrijven, maar je moet een extra opleiding gaan volgen om het niveau te gaan krikken. En dat schijnt niet in goede aarde te vallen, niet eens met de leerkrachten. Aan de ene kant moeten de leerkrachten betrokken worden in het proces, want ze zijn een belangrijke schakel in het onderwijsproces. Leerkracht, leerling en het ministerie zijn drie factoren die belangrijk zijn in het onderwijsproces. En ik vind het daarom bijzonder jammer dat de leerkrachten enerzijds en de minister anderzijds met hun tanden laten zien, hun degrees laten zien, noem maar op, laten zien wie de geweldigste is en daar komen we niet op vooruit. Ik doe nogmaals van hieruit en van uw medium een beroep. Gaat u aan tafel zitten. Er is een belang van onze kinderen die moeten komen. Dat kind dat nu 5 jaar is over 20 jaar moet ze voor de klas staan. Dus doe alsjeblieft, laten we de politiek er buiten laten. Want deze regering heeft de neiging om alles zelf om naar het toilet gaan. Wil men politiek gaan interpreteren. Zelfs als je naar het toilet wil gaan, dat is de kwaal van deze regering. En nou zie je weer in het onderwijsproces dat het weer de politieke kant gaat. Dus ik doe een beroep nogmaals. Leerkrachten, sta open voor veranderingen. Heb een gesprek, want ik hoor zelf dat u als leerkracht niet tegen veranderingen bent.
heel goed, dat is al een goed standpunt. De minister met haar plan om het onderwijsniveau te verhogen is prima. Het enige is dat we onze hibbies opzij zetten en aan tafel gaan zitten en echt in het belang van het kind. En als we dat doen, dan doen we dat echt en de minister en de bond doen we in het belang van het kind. Maar hoe kijkt u er tegenaan dat, zoals de bond het ook al aangeeft, de minister zich altijd zeer denigrerend uitlaat over leerkrachten als ze zijn onbevoegd, als ze zijn landen die zelfs Suriname nu inhalen op het gebied van onderwijs, waarbij Guyana en Haiti zijn genoemd. Zegt u dat de minister andere woorden moet gebruiken of zegt u dat de minister gewoon de waarheid spreekt? Nou, in ieder geval moet ik zeggen dat de minister de waarheid heeft gesproken ten aanzien van ons niveau. Maar daar ben ik met haar eens. Ze is tactisch verkeerd om zo tekeer te gaan tegen de leerkrachten. Maar als we het opscheiden, als u zegt van luister, wat is het niveau van Suriname, dan bloedt mijn hart. Waar we eens van de beste landen van het Caribisch gebied waren. Met als je een diploma kreeg van de AMS, dan was je top. Dan kon je overslaan, dan kon je gaan op de universiteit in Nederland. Tegenwoordig moet je zoeken waar een universiteit in Nederland is die Suriname wil helpen. Dus het is en daarom zeg ik u nog, u heeft het heel goed gezegd, meneer Dingen. Het gaat om the way of doing the job. De minister is fel tekeer gegaan, heeft natuurlijk tactische fouten gemaakt. Leerkrachten idem dito. Het zijn twee partijen. We moeten aan tafel gaan zitten en alle uitspraken gedaan. Dus verzoek ik beide partijen om die uitspraken dan terug te nemen. Of niet meer te zeggen. Elkaar verontschuldigingen aanbieden. En als Surinamers aan tafel moeten gaan zitten om het probleem van onderwijs in Suriname op te lossen. Heer Girjasing, nu toch wel een ander onderwerp. Hoe veilig blijft of is de Weidenbosbrug? Ik heb u al, u bent volgens mij de journalist die moe van me is geworden om steeds te praten over de veiligheid van Weidenbosbrug. Ik heb hiervoor gewaarschuwd. Ik heb ook gewaarschuwd over auto's die niet gekeurd zijn. Grote trucks waarvan die remmen het niet doen. En ik kreeg gelijk. En gelukkig, en ik bid mij God, ik heb God echt dankbaar gezegd dat er geen doden zijn gevallen. Want op de Weidenbosbrug, als je wagen het begeeft en 9 auto's kapot slaat, dan weet je wat je kan verwachten. Ik heb vaak genoeg gezegd, waar is de controle van de politie op de keuring van die auto's? Er moet een veiligheidsklep zijn bij de DAF-trucks, dat wanneer de remmen zich begeven, dat er kan invallen. Maar dat is er weer niet gebeurd. Men rijdt roekeloos over de brug, men houdt zich aan geen enkel gebod op de brug. Vooral de buschauffeurs, vooral de truckchauffeurs. Men rijdt maar langs met vol beladen, met boomstammen, met alles. Houdt geen rekening met het normale verkeer om over de brug te gaan. Hiervoor had ik al gewaarschuwd. En nogmaals ben ik God dankbaar dat er niet erger is gebeurd. Maar ik doe weer een beroep op de minister van Justitie om strenger op te treden, te controleren. Die grote trucks. En in het verlengde hiervan zeg ik u, er wordt roofbouw gepleegd, diefstal gepleegd op onze bossen. Normaal liter ging je met een normale vergunning je boom kappen. Tegenwoordig, u gisteren zelf in het nieuws gehoord dat er wagens in de nacht rijden die hebben geroofd. Die boomstammen zonder vergunning hebben geroofd in het bos om weg te sturen naar het buitenland. En wie doet het allemaal? Dat doen geen Taiwanese, dat doen geen Canadezen, dat doen Surinamers. Surinamers helpen mee ons leeg te roven. Zij het niet bij die ondernemers, zij het ook bij de regering. Want de regering is er meester in, op bepaalde ministeries, zijn er meester in om leeg te roven. We moeten eerst beginnen met de les, hoe leeg je het land, roof je het land leeg. Dan zeg ik, ga voor succes bij deze mensen op les. Want dat gebeurt er, ogen open. En we hebben weer bij de boomstammen hebben we ontdekt. We hebben gesproken over de boomstammen, iedereen praat over de boomstammen. Oppositie zoals coalitie, maar er wordt niets gedaan. Je ziet juist s'avonds een heleboel daftrucks opkomen wijnen, die wachten om hout mee te nemen. En wie krijgt wel opbrengst van het hout? Het komt niemand ten goede. We worden gewoon leeggeroofd. En we kijken met open ogen aan hoe dit land wordt uitgebuit door onze Surinamers. En de regering werkt structureel keihard mee om verder dit land uit te buiten. En daar moet er een eind aan komen. Maar de ex-minister van Openbare Werken, Jerry Miranda, toen het vorige incident was gebeurd, had hij nog containers daar geplaatst. Hebben die ooit nog enige functie gehad? Want het zou de controleposten worden. Dat heb ik meegemaakt. Inderdaad was ik blij met zijn voorstel om inderdaad te controleren. Maar er is niets van gebeurd. Als je iets hier wil controleren, is een groep van mensen in dit land die bepalen als er gecontroleerd moet worden of niet gecontroleerd moet worden. Er is laatst weer een geval plaats geweest van
ik weet niet hoeveel, dat er invoerrechten betaald moet worden. Achteraf bleek dat het brandnieuwe, het gaat in dit geval om luxe, hyperluxe auto's, invoerrechten betaald moeten worden van 60% en 70%. En dan worden ze maar 20% of 10% belast. Men bestilt dit land. Ook vanuit de regering wordt er een beleid gecreëerd dat dit land leeg rooft. Alsof men niets wil achterlaten voor het nageslacht. Overal waar mensen slag kan slaan. En dan moet men me niet komen vertellen onder frontregering gebeurde het ook. Let doe gebeurde dat. Wat gestolen is in deze 9 jaren, is meer in de geschiedenis van Suriname dan toen Front aan de macht was. Dat ga ik u eerlijk zeggen. Wordt gestolen en geroofd. En er zijn alleen maar oneerlijke mensen die daarvoor het beslissen hebben om te kijken, soort slag de man. En dan komt de president op de tv mooi weertje spelen van Mio doet dat, Mio doet dat. Dan zie je, tegenwoordig was het meneer Adin die hij stuurde. Die stuurt hij ook niet meer. Waarschijnlijk gaat meneer Adin 's morgens naar het lotjeshuis of naar het kinderoppas om te kijken als het daar goed gaat. Want we zien hem ook niet meer om te praten, om te verdedigen. We laten het over aan de president, aan de ministers, die soms ook geen antwoord weten te geven op gang van zaken. Want als de minister zegt A, wordt hij teruggeloofd door de president. Het is een complete warboel met deze regering. En daarom vraag ik de mensen, laten we snel op democratische manier afrekenen en ervoor zorgen dat deze gasten nooit meer terugkomen en dat Suriname gezamenlijk moet werken aan de opbouw van dit land. De show van Zinette Man en andere artiesten die gaat niet meer door. Vanwege enkele complicaties met het management van Zinette Man is er nu gepland dat de show wordt uitgesteld. Ik herhaal het nogmaals, de show wordt niet gecanceld, zoals de organisatoren dat aangeven. Maar de show wordt uitgesteld en wel na 8 december 2018. Op een persconferentie hebben de organisatoren, en dat is dan Flamboyant Events, die heeft dan vandaag aangegeven wat de precieze reden is van uitstel. En hebben zij ook aangegeven dat men 2 dingen kan doen met de reeds gekochte kaarten. Inruilen op de plek waar u kaart hebt gekocht of bewaren voor de show van 8 december. We voeren nu naar de organisatoren van de show van Zinette Man. Ik ben Ashish Mathura, dit is Rani Pandey. En wij behoren tot de organisatie van Flamboyant Events die de Zinette Man Show naar Suriname zouden brengen. Maar helaas moeten we zeggen dat de show op dit moment verschoven moet worden naar een ander datum in verband met wat organisatorische zaken en ook privézaken betreffende Zinette Man. Maar wat we wel duidelijk willen maken aan de mensen is dat de show gaat gewoon door. Het wordt gewoon verschoven, dus de datum verandert alleen. Zinette Man wil heel graag de show doen. Ze gelooft ook in het idee, ze gelooft in het concept. De artiesten zijn nog steeds enthousiast daarover. Ze hebben heel veel hun best gedaan om ook de liederen te oefenen en een mooie show in elkaar te zetten voor jullie. Dus dat gaat ook gewoon door. Maar, en natuurlijk de kaarten die zijn gekocht, die zijn in principe gewoon geldig. Maar we begrijpen het heus wel als er mensen zijn die zeggen van ja, we willen ons geld terug hebben. En voor die mensen zeggen we van ja, natuurlijk kan dat. We begrijpen dat helemaal. Waar je kaartje hebt gekocht, daar kan je je geld gewoon terughalen. Wel is het zo dat je je kaart zoals je het hebt gekocht, geheel ook terug moet brengen. En de mensen die de tafels hebben gekocht, die zijn al gecontact. En we hebben ze al gemeld, uitgelegd wat de situatie is en dat de show nog steeds doorgaat. Dus ook die mensen zijn heel enthousiast met dat de show doorgaat. Ja. Wat is de reden van uitstel? Nou, de reden van uitstel is in principe een paar onregelmatigheden. Enerzijds de organisatie, anderzijds het management van Zinette Man zelf. En nadat we om tafel gezeten hebben we besloten om omwille van een goed verloop van deze show dus naar een andere datum uit te stellen. En wat is welke bezwaren hebben ze nu in het management van Zinette Man? Ja? Oh, oké. Nou, het zijn 2 dingen. Zinette Man heeft haar schema. En binnen deze show moest wel binnen haar schema passen. Wat wij wilden hebben is dat zij ruim van tevoren ook hier in Suriname aanwezig moest zijn om
persconferenties te houden, een bepaalde meet and greet al te houden met bepaalde mensen. En zij zou al bepaalde delen of zekere delen van Suriname bezoeken en mensen bezoeken in deze periode, net voor de show. Dat gaat niet kunnen. Dus in principe zou het heel beperkt zijn. We zouden heel beperkt zijn met onze tijd en onze mogelijkheden met haar. En wij wilden hebben dat het eigenlijk, zoals wij hadden beloofd, dat het echt ook een grote Bollywood show moest worden. En dat willen we ook waarmaken. Om dat te kunnen doen, hebben we die extra tijd nodig. En vandaar dat we het ook verschuiven. Zij snapt dat ook. Zij wil dat ook heel graag, want ze snapt het concept. Ze vindt het concept heel mooi. En nogmaals, de artiesten die hieraan verbonden zijn, die vinden het ook heel mooi. En het moet op een bepaalde manier uitgepakt worden, zoals we het eerder aan u hadden verteld. Het moet echt een Bollywood show zijn. Het moet niet gewoon een muziekshow zijn. Echt een Bollywood show zijn. En om dat te kunnen doen, hebben we die extra tijd nodig. En heeft zij ook die extra tijd nodig. Van jullie als organisatie, mm-hmm. Je had de afspraken met het management? Ja, er waren wel afspraken gemaakt met het management. Die waren er zeker, absoluut. Alleen waren er, zoals Ashir aangaf, er waren bepaalde afspraken die nagekomen moesten worden, die in de laatste week gedaan moesten worden. En zij kon, of haar management kon zich niet committeren aan die afspraken. Weet u? En dat was eigenlijk een van de redenen waarom we besloten hebben dat we wat extra tijd nodig hebben. En daarom stellen we de show uit. En is er een volgende datum gepland? Er is inderdaad een datum gepland, dat wordt 8 december. Dat is dus echt een periode waarin natuurlijk, het is een handige periode, een gunstige periode, ook voor haar. Het is een leuke periode, maar het is eind van het jaar natuurlijk. En dat is ook een van de redenen waarom we de show 8 december gepland hebben. Dat is een grote gap van 14 juni naar 8 december. Klopt, dat is inderdaad zo. Maar dat is juist, hoe meer tijd we hebben, hoe beter. Ook voor haarzelf is dat ook veel fijner. Het is ook voor de artiesten heel veel beter, want niet alle artiesten kunnen gelijk daarnaast. Ze hebben allemaal hun eigen afspraken. Iedereen heeft zijn eigen afspraken natuurlijk. En ook Zinat Aman heeft dat ook. Dus dat was een tijd wat wij konden afspreken, dat de meeste van de mensen gewoon zeker aanwezig kunnen zijn. En natuurlijk, zij moet aanwezig kunnen zijn. Anders is er geen Zinat Aman show. Ja. Een van de artiesten, als ik het goed heb, zijn die Joda. Mm-hmm. Ja. Die moet dan afreizen. Mm-hmm. Klopt. Wat hebben jullie daar nu voor hem gepland? Nou, voor hem hebben we... Kijk, Sanjay heeft natuurlijk ook een aantal andere optredens hier in Suriname. Dus voor hem gaat het gewoon door. En we hopen dat hij bij onze show op 8 december er weer bij is. Nou, hij staat er sowieso achter. Hij vindt het iets heel moois. Hij vindt het concept heel mooi. En vanaf het begin dat hij het heeft gehoord, toen de tijd in Nederland, wilde hij hiervan een deel zijn. Ja. Dus, en dat is nog steeds zo. Ja. Moest er nog andere artiesten afreizen? Ja, er was een andere artiest, dat is Sangeeta Pagelu. Zij zou ook afreizen komende week in verband met de show. Ze reist dan niet meer af, maar ook hopen we dat zij, zeg maar, deel zal uitmaken van de show op 8 december. Nogmaals, wat zij ook vond, ze vond het een heel mooi concept, ze had er echt feeling mee met het project. En dat is ook de reden waarom zij ook zich gecommitteerd voelde aan dit project en toch nog steeds deel uitmaakt van de show. Ja. Het uitstellen van een show, heeft dat financiële consequenties voor de organisatie? Sowieso heeft het financiële consequenties voor ons, maar wij geloven zo erg in het project. We doen dit uit passie. Het is een mooi idee, een mooi concept wat wij willen brengen naar Suriname. En, ja. Of voor dat hebben we het voor over. Ja. We hebben er heel lang over nagedacht. We hebben met de hele groep vergaderd tot laat in de avond. Maar voor ons is het heel belangrijk dat zo'n mooi concept ook hier echt daadwerkelijk gebracht wordt. Dus wij geloven in het product en daarom dat wij dit wel incasseren. Om uiteindelijk toch iets moois te brengen naar de Surinaamse gemeenschap. Want de Surinaamse gemeenschap verdient ook zoiets moois, vinden wij. Ja, en het is dus niet een mogelijkheid. Kijk. Het is niet mogelijk om geld te maken. Dat willen wij niet. Wij geloven in een ontwerp. Wij geloven in een artiest. Wij geloven in een ideologie. En dat is de reden waarom wij deze show aan het Surinaamse publiek willen aanbieden. Maar kan dat, want laten we even eerlijk zijn, kan dat geen consequenties hebben voor jullie als organisatie? Mm-hmm. Jullie geloofwaardigheid nu? Nou, kijk, er zijn twee factoren. Hè. Het eerste is de geloofwaardigheid naar de klant toe. De mensen die de kaarten hebben gekocht en de mensen die de tafels hebben gekocht, die hebben de mogelijkheid om hun geld gewoon terug te krijgen. Die transparantie hebben we ook naar hun toe. We hebben ook vooral de mensen die de tafels hebben gekocht eerlijk verteld wat de situatie is. Ze hebben daar ook begrip voor.
En dus de geloofwaardigheid naar de klant toe, dat is oké, denk ik. Naar de gemeenschap toe, die dus in de toekomst de kaarten zou moeten kopen of zou moeten geloven in de show. Ik denk wel dat dat gaat lukken, want de artiesten die hieraan verbonden zijn, zijn ook credible mensen. Het zijn mensen die hierin geloven. Alle andere mensen die ook hieraan verbonden zijn, die zetten hun naam ook erachter. Dus het is niet zomaar iets dat wij brengen. Het is niet iets dat gewoon eventjes gecanceld wordt. We hebben ook gekozen om zo snel mogelijk te komen met een ander datum of een andere periode. En te kunnen zeggen van, hey, wacht even, we verschuiven het van hier, maar we verschuiven het daadwerkelijk ook naar een andere datum. Als we hadden gezegd van, ja, we zien wel volgend jaar ergens of zo, dan kan ik het begrijpen als er... Als mensen hier minder geloven. Maar wij komen echt met een concept, met een datum, met een idee en met een plan. Wanneer wist jullie precies dat jullie gaan moeten uitstemmen? Het is dit weekend gebeurd. Ja. Dit weekend. Dit dus het afgelopen weekend. Ja. En dus daarom dat we vanaf het weekend dus heel druk bezig zijn. Geen signalen? Nou, nee, voorheen waren er niet echt signalen van die aard dat we de show zouden moeten uitstellen. Natuurlijk, hè. Maar dit weekend hadden we echt de knoop te doorhakken. En hadden we zoiets van, nee, we moeten de show uitstellen. Willen we dat het een succesvolle, goede, kwalitatief goede show is. Ja. En een show is zoals wij verteld hebben dat het ook gaat zijn. Ja. Snap je? Want we gaan niet iets vertellen en dan kunnen we het vervolgens niet nakomen. Zo'n organisatie zijn we niet. Nee. Wat we vertellen, dat moet het zijn. Juist. En dat is de reden waarom we de show niet afzeggen, maar uitstellen. Ja. Hoe vul je het de kaarten verkoop? Nou, even kijken. Het ging, om eerlijk te zijn, begon het juist nu te lopen. Ja. Helaas. Dat was een beetje pijnlijk voor ons. Want ja. De weken ervoor begon het, was het een beetje middelmatig. In verband met ook andere shows die er zijn. Maar juist op het laatste moment begon het te lopen. Maar toen moesten we beslissingen nemen van oké, gaan we wachten, wat gaan we zeggen? Want als we nu stil blijven, dan gaan de kaarten nog verder verkocht worden, nog meer verkocht worden en dan hebben we nog meer mensen om naar te verantwoorden. Dus daarom dat we nu even zeggen van wacht even, rond deze periode had zien het allemaal er al moeten zijn of moeten komen. En nu zouden we die tours al moeten doen hier in Suriname. En dat gaat niet lukken. Nee. Dus nu moeten we het even stopzetten. Dus concreet, ja. De mensen kunnen de reeds verkochte kaarten sparen. Ja. Bewaren voor 8 december of inruimen? Nee, dus inderdaad. Dus er zijn twee opties. Of je houdt de kaarten, want die zijn nog steeds geldig. Of je kan de kaarten brengen naar het verkooppunt waar je het gekocht hebt. Mm-hmm. En dan krijg je het geld terug. Maar ze zijn nog steeds geldig voor de show van 8 december. In Nederland is naar verluid recentelijk opnieuw een geldzending uit Suriname door de Nederlandse justitie in beslag genomen. NDP-assembleelid Amzat Abdul heeft vanmiddag in het parlement vragen hierover gesteld. Recentelijk had dit assembleelid de regering ook gevraagd informatie aan het college te geven omtrent de in april door Nederland in beslag genomen geldzending van 19,5 miljoen euro van de Centrale Bank van Suriname. TBN Prime Alert sprak met Abdul hierover en ook over zaken welke hem irriteren bij het casino Wezen. We voeren nu naar het vraaggesprek met NDP-parlementariër Amzat Abdul. Dus ik heb die vraag gesteld en ik heb het even gecontroleerd en blijkt dat het wel klopt dat die 4 miljoen euro, maar ik heb het natuurlijk gevraagd omdat ik zelf niet zeker ben, ik heb die informatie van iemand anders gehad, dat 4 miljoen euro van de RBC Bank in Nederland is aangehouden door het Openbaar Ministerie aldaar, om dat geld van RBC vanuit Paramaribo met de KLM doorvliegt naar Schiphol en van Schiphol dan weer naar Piarco Airport is het in Nederland aangehouden. En dit is niet de eerste keer, dit is de tweede keer dat een geldverzending uit Suriname wordt aangehouden. En dat er zogenaamd weer aangekondigd wordt dat men bezig is met een fenomeenonderzoek. En ik zou nu heel graag willen weten ja, wat de regering doet of wat de regering van plan is te doen. Omdat dit een heel zwaarwichtige zaak is. Het kan heel veel negatieve gevolgen hebben. En op dit moment kunnen we ons dat niet veroorloven. Omdat op dit moment wij eigenlijk van een crisis kruipen en richting groei weer gaan. Toch? Dus je kan dit soort van zaken niet permitteren. Wat zouden we moeten verstaan onder een fenomeenonderzoek? Dus het is, dat woord is ook eigenlijk voor mij een nieuw woord, want ik heb het ook gewoon gelezen. Maar een fenomeenonderzoek is wat in Nederland bekend staat als een onderzoek dat gedaan wordt wanneer men verdacht dat de gelden
uit onreine bronnen komen, dus uit witwasgelden zijn en de bron van herkomst van dat geld niet verklaard kan worden en dergelijke, dan doet men een fenomeenonderzoek om te kijken van uit welke bron dat geld komt. Maar zou de minister van Financiën dit niet moeten hebben aangegeven dat er wederom geld in Nederland is achtergehouden? Ik denk dat hij dat best wel zou moeten hebben aangegeven. Alleen is hij hier vandaag niet in de zaal. Ik heb die informatie gehad, dus ik heb de vraag gesteld. En het is niet de eerste keer. Het is de tweede keer, toch? U weet, nadat de 19,5 miljoen euro in beslag was genomen, de minister van Financiën naar Nederland was afgereisd om te kijken wat er gedaan kan worden om die gelden vrij te krijgen. Ik dacht dat er geen oplossing is gekomen en de overheid heeft een rechter in de hand genomen. Belangrijk is wel om te weten dat de overheid in deze eigenlijk geen partner is. Hè? Het is de mensen die gelden, waarvan van wie het geld is, zij zijn in deze eigenlijk de partner. Maar het gaat toch nog om het feit dat de overheid en met name de Centrale Bank van Suriname moet zorgen dat de internationale betalingsverkeer heel soepel verloopt, vereenvoudigd wordt, makkelijker wordt en niet dat het zo vastloopt. En wanneer dit soort zaken zich gaan voordoen, dan ben ik bang dat het internationale betalingsverkeer op den duur vast zal lopen. Ik heb nu al mensen die bij mij hebben geklaagd dat ze niet in staat zijn om met hun internationale Mastercard of pinpas, laat ik het zo zeggen, te betalen in het buitenland. Dus dat behoeft aandacht. En we willen weten van de regering wat we gaan doen. We willen weten van de regering of het te maken heeft met de maatregelen die we moesten treffen in het kader van de Caribbean Financial Action Task Force, in het kader van compliance, in het kader van het treffen van scherpere maatregelen om witwassen, om money laundering te voorkomen. En ik denk dat de regering wel zo ver moet zijn om ons opheldering te geven wat dat betreft. Welk onderdeel van het casinowezen irriteert u? Natuurlijk, eigenlijk het hele casinowezen irriteert me. Ten eerste, we hebben een wet op kans spelen goedgekeurd, dat nog niet afgekondigd is. Zou die wet afgekondigd zijn, dan zou de gaming board operationeel kunnen zijn. En dan zou de gaming board eigenlijk toezicht kunnen uitoefenen. Wat nu het geval is dat volgens de huidige wet geen enkele Surinamer naar een casino mag. Het is illegaal. Surinamers mogen niet naar de casino, volgens de wet. Maar gaat u naar alle casino's, toch? Dan gaat u zien hoeveel Surinamers naar de casino gaan om elke dag te gokken. Dag en nacht te gaan gokken. Wat dat we zeggen dat we allemaal als samenleving onschuldig maken aan overtreden van het wet. En dat kan niet. We hebben al jaren een gedoogbeleid gevoerd. Dat is al jaren gedoogd. Maar er is een aanzet gemaakt om dat te veranderen. Dus dat moet eigenlijk veranderd worden. Als we het niet kunnen stoppen, laten we het legaliseren. Laten we de wet goedkeuren, afkondigen. Het wordt geregaliseerd en dan gaat gaming board optreden. Het tweede dat me echt mateloos irriteert, is dat u overal Suribet outlets ziet. Overal. Van winkels, hier, daar, waar u ook gaat. U ziet Suribet outlets. En dat ding is niet te controleren. De mensen die daar verkopen aan ieder. Toch? Niemand staat daar om te zeggen, je mag niet aan een kind beneden 18 jaar verkopen. Dat kind is 14, maar lijkt 18, er wordt aan haar verkocht. Dat kind, weet je, allerlei problemen. Mensen die Fortnite geld krijgen, mannen die werken en vrouwen ook al, die Fortnite geld krijgen en met dat geld naar huis gaan ergens in een bar om wat te drinken, zien een Suribet-machine daar en vergokken hun geld daar. Dat is wat er gebeurt. En er zijn filmpjes en foto's gemaakt van de situatie die nu ontstaat. Toch? Dus dat irriteert me ook. Wie geeft de vergunningen aan die mensen om overal een Suribet-outlet te openen? Dat ding is gewoonweg niet goed voor het land. Toch? Een andere ontwikkeling is dat je zelfs dingen, een online casino kan hebben op je smartphone. En op je smartphone kan je de hele dag zitten gokken. Niemand weet wie die smartphone in handen heeft. Of het een 14-jarige kind is, of het 16 is, of het 80 is. Niemand weet dat. Toch? Er zijn nu berichten in de social media waarbij dames gewoon aan heren vragen van stuur me zoiets nog voor om Suribet te spelen. En dan kunnen we dit doen en dat doen en dat doen. En jongeren zijn ook daarbij. Het is verschrikkelijk wat er op dat gebied nu gebeurt. Dus regulering van kansspelen moet komen.
En dat irriteert me dat we niet nu erover praten, dat we al jaren erover praten. Maar de regularisatie komt maar niet. Dat operationeel maken van gamingbord komt maar niet. Dat toezichtmechanismen worden maar niet verscherpt. Waarom? Maar welke reden zou de overheid hebben om niet te reguleren? Ik zou het niet weten, dat zou de regering veel beter moeten weten. De minister van Justitie en Politie en de minister van Financiën zou het moeten weten. Er zullen verhoogde controles tijdens de komende vakantie op de wegen en de recreatieorden in het district Para uitgeoefend worden. Dit kwam vandaag naar voren bij een overleg tussen de DC van Para met veiligheid en andere overheidsdiensten, meldt het Burgerinformatiecentrum Para. Met het oog op de komende grote vakantiedrukte wordt alles in de lijn gebracht voor de veiligheid van het district. Bestuurders van voertuigen op de openbare wegen en bestuurders van pleziervaartuigen op de rivieren zullen door de politie en de MAS in de gaten worden gehouden op de naleving van de regels. Er zijn ook eerste hulpverleners met een gespecialiseerde opleiding in beeld gebracht. Bij verschillende recreatieoorden braken vorig jaar regelmatig vechtpartijen uit. Er vond ook ernstige verstoring plaats van de openbare orde en er was ook melding van misdrijven. Er wordt dit jaar een interventieeenheid ingesteld die in de nabije omgeving van de orden post zal vatten. Deze eenheid heeft de opdracht om hard op te treden binnen de regels van wet tegen ernstige ordeverstoorders. De orden worden ook voorzien van grote aanplakkingen met contactnummers van de veiligheidsdiensten. De minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, is vandaag ingegaan op de vele vragen welke gesteld zijn geworden de afgelopen DNA-zitting door verschillende DNA-leden. De minister is ingegaan op tal van vragen en we voeren nu naar Juspol-minister Stuart Getrouw. Voor de speurhonden is een nieuwe trainingsbaan aangelegd bij de politieacademie en zijn ook nieuwe speurhonden verkregen. Op dit moment is een lid van deze eenheid in Nederland in training. De afdeling Narcotica Intelligence Unit ontvangt regelmatig updates vanuit de DEA, van de VS. Deze updates hebben concreet geleid tot de onderschepping van grote hoeveelheden Jammy op andere dan de op onder andere de Johan Adolf Wengel luchthaven en de Paramaribo Noord. Met name door de DEA zijn verschillende toevoerslijnen in kaart gebracht. Enkele maanden terug hebben medewerkers een basisanalysetraining gevolgd. Binnenkort volgen enkele medewerkers een vervolgtraining. Mevrouw de voorzitter, concrete acties tegen drugsbestrijding. Drugsbestrijding is een ongoing proces. Middelen zijn wel ter beschikking gesteld, echter noodzaakt de snelle ontwikkeling van drugs als ook de opkomst van nieuwe drugsoorten in de samenleving, de overheid meer middelen ter beschikking te stellen en zullen de nationale, dan wel de internationale samenwerkingsverbanden op het gebied van onder andere informatieuitwisseling worden versterkt. Wat betreft het aantal rechtshulpverzoeken ter zake drugs. Ten aanzien van de drugsvangsten in het buitenland, waarvan uit de internationale pers vernomen is dat die uit Suriname afkomstig zijn, kan gesteld worden dat in alle gevallen de politie informatie heeft opgevraagd op de politie-politieniveau en via Interpol om daarna formeel middels rechtshulpverzoek de uitvoeringsstukken op te vragen. Inmiddels is in twee zaken, namelijk vanuit Nederland en Spanje, officiële reactie ontvangen en is de verkregen informatie doorgestuurd naar het OM ten einde rechtshulpverzoek te doen aan betreffende landen. Concreet gaat het om de volgende twee zaken. Het betreft 850 kilo op een jacht door de Spaanse politie voor de kust van de Canarische eilanden, in België in de haven van Antwerpen,
Daar gaat het om 3780 kilo cocaïne in een vrachtcontainer dat uit Suriname was vertrokken. Ik wil even een beeld schetsen met betrekking tot de rechtshulpcijfers over 2015. Het aantal ingekomen verzoeken was 100, uitgaande verzoeken 21. Statistieken over 2016, het aantal ingekomen verzoeken was 98, uitgaande verzoeken 10. Over 2017, dat waren de ingekomen verzoeken 82, de uitgaande verzoeken waren 15. En de ingekomen verzoeken in de eerste helft van 2018, dat zijn er 57, en terwijl de uitgaande verzoeken 6 zijn. Om verder te gaan wat betreft de algemene acties in Suriname ter zake de drugsvangsten. Er zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met de DEA en zijn er meer middelen ter beschikking gesteld voor het bestrijden van drugs. Door Nederland en de UONDC worden personeelsleden in de drugsbestrijding ketenregelmatig getraind. Op regelmatige basis, mei en september, komt er een delegatie uit Nederland om de samenwerking te bespreken en te evalueren. De uitkomst van deze evaluatie is de afgelopen jaren positief te noemen, met uitzondering van een lichte stijging van de smokkel in pakketten die men heeft kunnen onderscheppen. De bestrijding van drugs is een gezamenlijke activiteit van landen. In beginsel maakt het niet uit waar de vangst, de onderschepping, plaatsvindt. Het gaat om het resultaat dat wordt beperkt, voortvloeiende uit de samenwerking. In vele gevallen hebben Surinaamse diensten de informatie verstrekt, waardoor een vangst in het buitenland kan worden gedaan. Mevrouw de voorzitter, de toestand op de wegen. Mocht het zo zijn dat wegen worden gebarricadeerd, zal de politie in het kader van het handhaven van de openbare optreden. Echter kan het voorkomen dat door de districtscommissaris maatregelen worden getroffen, waarbij bepaalde wegen en of bruggen voor het verkeer worden afgesloten of aantals een deel daarvan. Dit gebeurt veelal wanneer voertuigen boven de vastgestelde laadvermogen beladen zijn en hierdoor er mede voor zorg dragen dat wegen in deplorabele toestand komen te verkeren. Tussen de DG's en de politie is er altijd nauw contact en onderlinge afstemming. Daar de DG verantwoordelijk is voor de openbare orde in het district of deel van het district welke hem of haar is toegewezen. Mevrouw de voorzitter, met betrekking tot de veelvuldige vraag met aangaande de financiële middelen, wil ik verder aan u aangeven dat in verband met de hoge prioriteit aan veiligheid er door de regering middelen zijn vrijgemaakt voor het ministerie van Justitie en Politie. De controle op de casino's. Er is aandacht gevraagd voor de controle op casino's. Hoewel de initiatiefwet tot wijziging van de wet Hazardspelen 1962 door uw college op 26 juli 2016 is goedgekeurd, is volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken deze wet nog niet in het staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. Tevens is er een wet toezicht en controle kan spelen. In gevolg het artikel 3 van deze wet is er een toezicht- en controleinstituut voor kansspelen, verder te noemen het instituut, dat adviserende, toezichthoudende, controlerende en opsporende taken heeft met betrekking tot kansspelen. Voor uw oriëntatie is het instituut onder andere belast met A. Het houden van toezicht en controle op de naleving van verkeuringsvoorwaarden van de ingevolge Loterijwet 1939, de wet Hazardspelen 1962, verleende vergunningen en de wettelijke regeling en voorschriften met betrekking tot kansspelen, als mede de win- en verlieskansen van bedoelde kansspelen. B. Het doen van voorstellen aan de overheid met betrekking tot het vaststellen van het beleidsplan in zaken het navolgende. Het reguleren van het aanbod van kansspelen. Het tegengaan van illegaal aanbod van kansspelen. De preventie tegen kansspelverslaving en de nazorg daarvan. C.
het verzamelen van gegevens omtrent het illegaal aanbod van kansspelen en vervolgens het verstrekken van deze gegevens aan de bevoegde instanties en ambtenaren die beland zijn met de opsporing en de vervolging van strafbare feiten. Dit instituut is in de operationaliseringsfase. Gelet op het feit dat dit instituut en het Zwans bedrijf Nationale Loterij over middelen beschikt, waarvan gezamenlijke benutting kan bijdragen tot de betere regulering van het kansspelensector, is inmiddels de beschikking van de ministers van Justitie en Politie, Handel, Industrie en Toerisme en van Financiën een samenwerking aangegaan met de Nationale Loterij Suriname. Deze samenwerking is gericht op de herstructurering van kansspelen in Suriname. Thans wordt er invulling gegeven aan de beschikking van 23 maart 2018. Deze samenwerking is als volgt. Het landsbedrijf doet na ondertekening van deze beschikking afstand van de aan haar verstrekte vergunningen voor het aanleggen en houden van loterijen en daarnemens zal het landsbedrijf geen loterijvergunning verstrekken dan wel organiseren. Het landsbedrijf stelt het aan haar toebehorende gebouw ter beschikking van het instituut. Beide organisaties gaan binnen 3 maanden na ondertekening van deze beschikking over tot het voeren van gezamenlijk administratief beheer. Beide organisaties stellen binnen 3 maanden na ondertekening van deze beschikking gezamenlijke richtlijnen vast voor de inrichting en de exploitatie van de loterijen. Gedurende 3 maanden na de ondertekening van deze beschikking worden het toezicht en de controle op loterijen door beide organisaties gezamenlijk uitgeoefend. Mevrouw de voorzitter, wat betreft de opvang van arrestanten in het nieuw huis van bewaring. Het huis van bewaring, HVB, heeft zijn maximale opvangcapaciteit nog niet overschreden, waar de opvang van ongeveer 200 arrestanten nog mogelijk moet zijn. Echter zijn er enkele randvoorwaarden zoals garantie van de optimale beveiliging waaraan gewerkt dient te worden voor de maximale bezetting van deze ruimte. De departementsleiding en de leiding van het Korps Penitentiaire Ambtenaren zijn drukdoende te werken aan het oplossen van de onderbezetting binnen de inrichtingen, onder andere door het aanwerven van nieuwe personeelsleden. Mevrouw de voorzitter, met betrekking tot de vraag of er privileges zijn van die gedetineerden binnen de gevangeniswezen. Hoewel de privileges als zodanig zijn omgeschreven in de regelgeving, zijn de randvoorwaarden voor de uitvoering hiervan niet voldoende uitgewerkt. Ook daar is er een werkgroep mee bezig. De resultaten van de werkgroep worden zoals eerder aangegeven aan het college op korte termijn aan mij bekendgemaakt. Penitentiaire ambtenaren werkzaam in Goldvelden met attributen van KPA. Er is hiertoe reeds opdracht gegeven om een diepgaand onderzoek in te stellen. Indien is gebleken dat dit wel het geval is, zal er conform de penitentiaire regelgeving worden opgetreden tegen deze ambtenaren. Bidja Daridé, 38 jaar oud, is de politie van Münder ingesloten voor diefstal. Zij wordt ervan verdacht een geldbedrag van haar vriendin te hebben gestolen. Ze heeft een deel gebruikt om een auto te kopen. De vrouw heeft samen met de benadeelde op maandag een geldbedrag van 3800 Amerikaanse dollars afgehaald voordat zij naar een cambio reden. Onderweg kreeg de benadeelde bandenpech. Ze stapte uit haar voertuig om de lekke band te verwisselen. Bij het wisselkantoor aangekomen bleek het geld uit de tas van de benadeelde te zijn verdwenen. Zij confronteerde Bidja Daridé met het feit dat haar geld uit haar tas verdwenen was en dat zij de politie zou inschakelen.
Bidja Dhari die kwam op een gegeven moment overeen met haar vriendin dat die haar grondig aan de kleding mocht onderzoeken in plaats van de politie in te schakelen. Bij dat onderzoek werd het geldsbedrag niet achterhaald. Een week later kocht Bidja Dhari die een auto. De benadeelde vond deze handeling van haar vriendin vreemd en deed toch nog aangifte tegen haar. Uit het politieonderzoek is komen vast te staan dat de vrouw het geld heeft weggenomen. Deze verdachte heeft verklaard met een deel van het gestolen geldsbedrag de auto te hebben gekocht. Een ander deel heeft zij overgemaakt naar familieleden in Guyana. Het resterend deel wisselde zij om in SRD 8400. Dit geldsbedrag en de auto zijn in het belang van het onderzoek in beslag genomen, meldt de politie Public Relations. Minister Lilian Verrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is ingegaan op de vele vragen welke aan haar gesteld zijn geworden door de verschillende parlementariërs in DNA. De minister die heeft er ook heel lang stilgestaan bij het transformatieproces van het IOL naar de universiteit. We voeren nu naar onderwijsminister Lilian Verrier. Het gaat om een transformatieproces. Dat wil zeggen, we hebben een eerste stap gezet, maar het is absoluut niet zo dat het Instituut voor Opleiding Leraren ophoudt te bestaan. Het is de eerste stap en dat heeft te maken met de inschrijving van de eerstejaars en de opleiding zoals die tot vorig jaar heeft bestaan. Er komt voor de inschrijving van de leerlingen, en dat zijn de leerlingen van HAVO, SPI, IMEO, komt er een basis instapprogramma. Omdat ook gebleken is dat de kwaliteit of het opleidingsniveau met betrekking tot een aantal vaardigheden die nodig zijn om met succes een lerarenopleiding te kunnen volgen, toch niet voldoende is. Voor de leerlingen die geslaagd zijn voor het VWO, die schrijven zich gewoon in voor de universiteit. Het gaat dus niet om een schakeljaar zoals we dat kennen voor een wetenschappelijke opleiding. Dat basisprogramma heeft te maken met een instap voor de lerarenopleiding. Er is heel veel ruis over die incorporatie, ook bij de instituten zelf. Er is gisteren een gesprek geweest met tussen bestuur van de universiteit en de directie van het instituut opleiding leraar. Het ministerie heeft morgen ook een gesprek met de directie van het IOL en plannen om vrijdag dan een gezamenlijk gesprek te hebben met alle partijen. De voorbereiding, het voorbereidingsproces onder leiding van de presidentiële werkgroep is niet vlekkeloos verlopen. Wat inderdaad tot verschillende, ja eigenlijk een miscommunicatie heeft geleid, waardoor bepaalde leden, en dan met name directieleden van het IOL, zich hebben teruggetrokken. Dat proces, die dialoog, hebben we intussen weer opgepakt. De directie is alvast uitgenodigd van het IOL. Daar is ook wat vertraging in gekomen, omdat vanwege ziekte van de directeur van het IOL en ook omdat de aandacht van de andere
de staking van het VWPO ook meer aandacht voert, omdat we de studenten zo snel mogelijk hun lessen, hun colleges wilden laten hervatten, zodat die het collegejaar kunnen afronden. Nogmaals, de incorporatie is een proces. We hebben uitgelegd dat we gaan kijken naar wat willen we eigenlijk van die leerkracht, die bekwaamheid van die leerkracht. En het is zo dat, nogmaals, als je een goed opgeleid docentenkorps hebt, die ook in staat is om de studenten op een bachelorniveau te krijgen, dat je daarmee sowieso de kwaliteit van je opleiding gaat verhogen. Volgens onze data zijn er nu 68 van de 252 docenten op het IOL, zijn er 68 volledig bevoegd. Dat is niet voldoende. En zoals ik ook heb uitgelegd, dan krijg je dus dat op de pedagogische opleidingen de mensen ook, de kwaliteit ook minder wordt. De inschrijving van de nieuwe studenten gaat dus gewoon door. Ook het collegegeld hebben we gewoon aangehouden. De inschrijving zal zijn tussen 12 en 15 augustus. Er komt daarover een bekendmaking. We moeten alleen nog goed afstemmen waar die inschrijving zal plaatsvinden. Of het toch nog op het IOL is of direct al naar de universiteit. Of verder is er voor dat hele proces van incorporatie is er een transformatiemanagement team samengesteld onder leiding van Mr. Dr. Marshall, omdat die ook al bij de voorbereiding was betrokken. Maar daar zijn aan toegevoegd ook docenten van het IOL. En die hebben zich eigenlijk vrijwillig ook aangemeld. Voor dat basisprogramma is er ook al een commissie samengesteld. Die zich gaat bezighouden met het ontwikkelen van het curriculum. Ook de vakken zijn al, daar zijn de docent het al over eens. Het is breder dan alleen maar het schakelprogramma zoals dat is voor de toegang naar de universiteit. Omdat we ook zaken als ICT en kennis over je land en ethiek, beroepsethiek, dat soort zaken zijn meegenomen. Verder moeten er commissies komen, urgent, die te maken hebben met de upgrading van de docenten van het IOL, zowel wat betreft MOA naar bachelorsniveau en MOB naar het masterniveau. Dat zijn cash courses die al voorbereid worden. En eigenlijk ook door veel docenten van het IOL al voorbereid waren. Als u de rapporten vergelijkt tussen van het bestuur, de directie van het IOL en het rapport van de presidentiële werkgroep, dan ziet u dat ook in het rapport van het IOL er ook al een timeline was. Dus het lijkt misschien plotseling en onvoorbereid, maar er is dus al heel veel voorbereid en besproken en uitgezocht. Wat betreft de rechtspositie van de docenten,
die zal niet veranderen. Nogmaals, we moeten alle studenten die nu zijn ingeschreven op het IOL de gelegenheid geven, en die krijgen ze ook, om hun studie op de oude manier af te ronden. Dus dit hele proces van transformatie zal zeker 3 tot 4 jaar nog in beslag nemen. Een man deed op 9 juli van dit jaar aangifte van diefstal tegen zijn collega en vriend bij de recherche van Regio Oost. Hij verklaarde dat hij door zijn vriend, de 39-jarige Alberto M., benaderd is geworden voor onderdak. De aangever stond zijn woning af aan Alberto en diens vriendin, de 34-jarige Edifane N. De aangever nam toen zijn intrek in een barak. De aangever, zijn vriend Alberto en diens vriendin zijn als goudzoekers werkzaam bij een bedrijf in het binnenland. Alberto, die eind juli 2018 zou afreizen naar de stad, kreeg een woordenwisseling met de eigenaar van het bedrijf, waardoor hij uit boosheid besloot eerder af te reizen naar Paramaribo. De aangever verklaarde dat hij 900 gram ruw goud en een speakerbox in zijn woning had bewaard en dat zijn vriend Alberto hiervan op de hoogte was. Nadat Alberto en zijn vriendin naar Paramaribo afgereisd waren, kwam de aangever tot de ontdekking dat zijn ruw goud weggenomen was. Hij heeft sterk het vermoeden dat Alberto en Edifane zijn goud gestolen hebben. Na overleg met een lid van het OM zijn Alberto en Edifane op verdenking van diefstal in verzekering gesteld. Aan DNA-lid Krishna Mathura vroegen wij of ze antwoord heeft gehad op de vele vragen welke gesteld zijn geworden aan de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, en ook nog aan onderwijsminister Lilian Ferrier. Volgens Mathura heeft zij op bepaalde vragen wel antwoord gehad, maar op bepaalde vragen is de minister van Justitie en Politie als ook de minister van Onderwijs niet concreet geweest. Wij voeren nu naar het interview welke we hadden met volksvertegenwoordiger van de VHP, Krishna Mathura, en cameraman Karen Saktu legde het volgende interview vast. DNA-lid Krishna Mathura, de ministers van Justitie en Politie en Onderwijs zijn er vandaag ingegaan op de vele brandende vragen welke onlangs gesteld zijn geworden in DNA. Heeft u antwoord gehad op uw vragen van de minister, beginnende met de minister van Justitie en Politie? Ja, voor een deel heeft de minister van Justitie en Politie beantwoord. Een aantal dingen heeft hij achterwege gelaten, maar hij is helaas niet concreet geweest. De minister zegt dat er geïnvesteerd zijn in 4 afdelingen, maar hij heeft niet genoemd concreet welke investeringen er zijn geweest. En ik heb dat concreet gevraagd. Hij kon niet daarop ingaan, dus hij zegt hij gaat daarop terugkomen. Mijn informatie is dat er heel weinig geïnvesteerd is. De regering geeft af op Nederland, maar het is juist Nederland die bijvoorbeeld het BIT-unit, die unit die op Sanderij optreedt en die speurhonden in stand houdt en investeert. De regering is er bijna geen investering. Wat ik ook heb gemerkt, ik heb gevraagd over het onderzoeksunit dat recent ontmanteld is geworden. En dan merk je duidelijk dat de minister een ander verhaal vertelt en dat de korpschef in de media een heel ander verhaal heeft verteld. De minister heeft nadrukkelijk in het parlement gezegd van ik heb niet ontmanteld. Ik heb politiemensen juist teruggeroepen. Maar de korpschef zegt van in opdracht van de minister heb ik die unit ontmanteld. Dus het zijn twee functionarissen die twee verschillende verklaringen geven. Eén aan het parlement en één in de media. En dat geeft al aan dat men niet afgestemd is en dat men niet zorgvuldig en juiste informatie aan het parlement geeft. En dat is zeer ernstig. En een andere vraag die ik had, waar ik nog geen antwoord op heb gehad, is de minister weet dat georganiseerde criminaliteit alleen bestreden kunnen worden met een kleine unit die hele zware integriteitseisen stelt. Gewoon narcotica brigade gaat dit soort zware onderzoeken niet doen. En dus ik heb de minister gevraagd of dat voldoende is, of hij daarin gelooft.
Dus ik kijk uit naar de antwoorden van de minister wat dat betreft. Ja. En hoe zit het met de vragen voor wat betreft de minister van Onderwijs? Ja, ik had de vragen gesteld. Kijk, de minister zegt de incorporatie van het IOL in de universiteit, op de universiteit. Het is een transformatieproces en het heeft te maken met de kwaliteit en de bekwaamheid van docenten. Ik denk dat niemand tegen kan zijn wanneer we de kwaliteit van onderwijs willen optrekken en dat we willen werken aan bekwame leerkrachten. Alleen heb ik een aantal vragen. En die vragen, daar is de minister nog niet op ingegaan. Is het een ad hoc beleid, beslissing, of is het een goed voorbereid plan van aanpak? En als het een plan van aanpak is, goed voorbereid, waarom heeft de Nationale Assemblée geen kopie van het plan van aanpak gehad, terwijl we al 2 weken vragen naar informatie? Een derde is, waarom is het dan niet opgenomen in de begroting van het ministerie van Onderwijs voor 2018? Met geen woord is gerept over transformatie van IOL naar Schakelinstituut. In die transformatie heeft de minister in de media aangegeven dat leerlingen nu gaan moeten schakelen. De universiteit in de begroting is juist opgenomen dat schakeljaar geëvalueerd zou worden. Dus ik heb gevraagd, van, is er al geëvalueerd en wat heeft die evaluatie opgeleverd? Want als je nieuwe leerlingen wil laten schakelen, dan moet je minimaal weten wat die evaluatie heeft opgeleverd. Een derde is, ik ga ervan uit, als je een goed voorbereid plan van aanpak hebt, dan moet je draagvlak hebben. Hoe komt het dat er geen draagvlak is en dat er zoveel spanningen zijn? Want naar mijn gevoel, en daar kom ik terug, van een van de dingen is bijvoorbeeld, de minister wijst de bekwaamheid van leerkrachten aan als oorzaak van de problemen in het onderwijsveld. Dat vind ik een beetje naïef en lichtvaardig, omdat iedereen weet dat de regering zelf meegewerkt heeft aan de demotivatie van leerkrachten door niet te werken aan hun salarisverhoging, aan de omstandigheden in het onderwijs, aan demotivatie van leerlingen. Leerlingen hebben bijna geen eten vaak als ze naar school gaan. Leermiddelen die ontbreken. Het curriculum van het onderwijs is verouderd, terwijl er 8 miljoen verbrast is aan boeken die gewoon verbrand zijn nu. De regering heeft miljoenen verbrast aan naschoolse opvang. En als je weet dat het lag aan de bekwaamheid van leerkrachten, wat heb je in de 8 jaren gedaan om die bekwaamheid op te heffen? Waarom was het dan nodig om 8 miljoen te gaan verbrassen aan boeken? Waarom was het dan nodig om miljoenen te gaan verbrassen aan naschoolse opvang? En nu zoekt de minister geld. Allemaal vragen waarop de minister geen antwoord heeft kunnen geven, maar die heel cruciaal zijn. Wat heeft de regering gedaan aan die andere aspecten om het niveau van onderwijs te verbeteren? Een andere vraag is, hoe weet de minister 100% zeker dat de incorporatie van IOL op de universiteit daadwerkelijk gaat bijdragen aan verhogen van de kwaliteit van het onderwijs? De minister heeft op geen enkele wijze het parlement geïnformeerd over meetbare indicatoren. Zeg maar, we willen gaan naar een slagingspercentage van zoveel procent. We willen bijvoorbeeld in 2019 of 2020 hebben van 68 naar bijvoorbeeld 150 bekwame leerkrachten. Allemaal vragen waarop er geen antwoord is, naar mijn gevoel. En dan zeg ik van, minister, wilt u een transformatieproces doorvoeren? Zorg ervoor dat u eerst de antwoorden hebt op al die vragen, dat het een goed en gedegen plan van aanpak is die met alle stakeholders besproken is. Een andere kritiek die ik heb op de minister is, kijk, als ik als minister een verandering wil teweegbrengen en ik zoek draagvlak, dan ga ik mensen niet beledigen. En zeker leerkrachten moeten daarin een cruciale rol spelen. Dan ga ik niet zeggen van leerkrachten, jullie deugen niet en al gaan jullie verhoging krijgen, dan nog gaan de resultaten laag zijn. Want hoe wil je dan dat de leerkrachten achter je staan? Dus dat is een zeer tactische fout die de minister maakt. Eigenlijk een minpunt wat communicatie betreft. Want juist de minister zou verbindend moeten zijn, zou partijen bij elkaar moeten brengen, zou mensen moeten motiveren om te zeggen van luister, we hebben jullie steun nodig, we hebben jullie medewerking nodig om de kwaliteit van het onderwijsproces daadwerkelijk ook te verbeteren. We weten dat de omstandigheden zeer moeilijk zijn in Suriname, niet alleen voor de leerkrachten, maar ook voor leerlingen, voor onderwijs, voor ouders, voor alle partijen. En
je moet niet gaan polariseren. Je moet juist mensen bij elkaar brengen. En wat we zien is constant, en net weer, de coalitie bijvoorbeeld, ook polariseren. We gaan niks bereiken daarmee. Je hebt de vakbond nodig. Het lid BOVA bijvoorbeeld zegt van ja, de verhoogde slagingspercentage, waar ik bijzonder blij ben en trots op ben natuurlijk, en mijn complimenten aan iedereen, die zegt dat is te wijten aan de staking van leerkrachten. En dan zeg ik van, hoe weet je dat? Heb je onderzoek gedaan? Je bent een wetenschapper en je zegt losvast dingen. En dan denk ik, wat draagt dit bij aan oplossing van het vraagstuk nu? Ik denk dat zo'n lid zich zou moeten onthouden van dit soort opmerkingen. Want dit draagt absoluut niet bij aan de oplossing van de problematiek binnen het onderwijs. Dus ja, wat mij betreft, ten eerste niet tactvol optreden. En ten tweede is gedegen, planmatig werken, planmatig handelen ontbreekt. Wat mij betreft, wat ik tot nu toe heb kunnen zien. En ik hoop dat de minister mij kan overtuigen dat ik aan het verkeerde eind ben en dat zij gelijk heeft. En dit was TBN Prime Alert van dinsdag 17 juli 2018. Heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op het telefoonnummer 874x93. Nogmaals, 874x93. E-mailen kan naar tbnprimealert@gmail.com. Bedankt voor het willen kijken en graag tot morgen.